Vandaag 19 november is het niet alleen Wereldtoiletdag, maar ook Wereldmannendag. En mannen voelen zich niet genoeg gewaardeerd. Dit kwam naar voren tijdens een straatpraat van onze nieuwsdienst in het kader van Wereldmannendag vandaag. Deze dag wordt wereldwijd jaarlijks ook op 19 november herdacht. Opmerkelijk is dat het grootste deel van de personen die de redactie sprak niet eens wist dat het vandaag Wereldmannendag is. Natuurlijk, zonder de mannen heb je toch geen kinderen. Dus de mannen horen ook erbij. Eigenlijk een beetje aan de top. Hè? Als ze het goed doen. Als ze het niet goed doen, dan moet het afgestraft worden. Vindt u dat de mannen een betere waardering moeten krijgen en een betere positie qua een appreciatie? Jawel, kijk. Als mannen beter behandeld worden door vrouwen, zoals bijvoorbeeld bij uitlopen en dat soort dingen. Als ze maar eerlijk is naar een vrouw toe, dan hoort zo'n vrouw zich te gedragen en ook moeite te maken om zo'n man de gelegenheid te geven om te kunnen doen wat hij wil doen. En te kunnen bereiken in het leven wat hij kan bereiken. En zo ook een goede opvoeding te kunnen geven aan de kinderen. Want Isabi, de kinderen zijn eigenlijk de toekomst. Dus dat. Ja, het is een voorbeeldfiguur, de man. En de vrouw ook, maar de man loopt vooraan. Hè? Dus aangezien dat zo is, dan moeten mannen de waardering krijgen als ze het goed doen. Ja toch? En dan veel respect, vooral vanuit het huis. Hè? Kinderen die gehoorzaam horen te zijn en hun vader gewoon een duim moeten geven van hey pa, je hebt het goed gedaan. Hè? Want op een gegeven moment zijn mannen hardwerkende figuren. Nou ja, dat is het verschil eigenlijk. Voor mij heeft geen enkel betekenis. Ja, als het een bijzondere dag om te cadeau bijvoorbeeld ergens voor de mannen speciaal. Oké, dan is het wel een speciale dag. Voor mij is het een normale werkdag. U zegt cadeau, dus ik verwacht wel dat u bijvoorbeeld voor die dag bijvoorbeeld. Vindt u dat over het algemeen vooral in Suriname mannen beter gewaardeerd moeten worden? Precies, daar gaat het eigenlijk om. Ja toch? We moeten beter gewaardeerd omdat wij degene is die voor alles moet zorgen. De meeste dan. Omdat wij, vooral mannen, belastingbetaler, we werken ook keihard voor de staat eigenlijk. En Wereldmannendag, ik zie geen verschil, ik zie niks. Lijkt alsof er niks is gebeurd. En hoe is de behandeling, hoe is de appreciatie bij u thuis? Wordt u gewaardeerd? Thuis wel, ja. Voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Zeker gewaardeerd. Dat is zeker. Ik denk het niet. Want nu is het te veel of genoeg voor Afro. Afro van Moro. Noem maar van Moro, nek no sari. Ik vind dat de man er roken, maar de man er kiezen waardering kan ook. Taman de man waardering kan. Dus ik vind dat een waardering moet. Want we roken krom, maar anesari, vooral nu een crisis. We roken te leuk pakken krom. We krijgen wel die waardering, maar anesari. De man vindt anostari, de man moro. Je vindt dat dan ook, dus die mannen werken harder dan? Ja, de mannen werken harder, ja. En ja, alles is niet duur geworden ook. Ja, het is een crisis. Maar de mannen moeten ook voorzorgen. Die vrouwen die vrouwen. Wanneer we zo verdienen, ook zij moeten kijken, ja, wij verdienen zoveel, we kunnen niet alles geven, weet je. Ja, als het werk is, dan werken we en moeten zorgen dat die vrouwen ook wat kunnen geven, zo, ja. Dat waren enkele Surinaamse mannen met hun mening over de Mannendag. De Internationale Mannendag is oorspronkelijk een kleinschalig initiatief dat in het jaar 1999 is uitgegroeid tot een beweging die momenteel in meer dan 70 landen navolging kent.